Ik durf nooit vragen te stellen. Ik heb het gevoel dat ik geen fouten mag maken op school. Dus daarom zeg ik maar niks. Elke dag in het klaslokaal. Daar word je echt depressief van. Ik denk er goed na over vragen van onze leraar. Maar als ik antwoord geef, rekent hij dat antwoord nooit goed, omdat het niet zo in dat boek staat. Ik mag niet werken. Dat vinden ze kinderarbeid. Elke dag op school zitten met veel huiswerk en dingen moeten leren die ik niet eens leuk vind. Mag wel. Ik vind mezelf creatief. En school is niet creatief. Het doodt mijn creativiteit door alleen maar in een klaslokaal te zitten en te moeten leren wat anderen vinden dat ik moet leren. Altijd maar goede cijfers moeten halen, maakt me bang. Ik durf ook niet thuis te komen met slechte cijfers, omdat mijn ouders goede cijfers zo belangrijk vinden. Mijn mentor zegt dat ik vervelend ben in de klas. Maar dat ben ik niet. Ik verveel me gewoon op school. I think we ended up having this classroom-based system when we entered into mass education, when there were a large number of young people who needed to educate. It was the easy way to organize, put people in smaller groups and then give one adult and one classroom for them to work on, and that's how they how you grew. Zeker toen de leerplicht kwam, was het ook gewoon heel erg handig om al die leerlingen samen met één docent te kunnen hebben in een klas. Dus dat we van individueel onderwijs overgegaan zijn op klassikaal onderwijs. Dat is nog best goed te begrijpen als iets wat past bij als je onderwijs aan iedereen gaat geven. In the industry that was booming that time, the same principles were used in the industry as well, in a production, in a factory. That people were you know, producing human products almost as they were producing bricks in a factory. So it was the mental model and thinking was exactly the same way. Het is vaak dat het industrieel is. Ja, dat is eigenlijk ook al zo. Je verwerkt gewoon veel kinderen in een relatief korte tijd, in grote groepen. En dat is de manier die je kunt daar van alles op afdingen. Kijk, uiteindelijk is dat systeem het gezicht, het uiterlijk van de school. Kijk, in die periode had je had het lager onderwijs en je had het hoger onderwijs. En dat was wat er was. Dus je had het onderwijs voor de massa en je had het onderwijs voor de elite. In veel delen van Europa had je Latijnse scholen. Die waren voor de elite. Die waren ook niet bedoeld dat die scholen, als het ware, opleiden voor een beroep. En je hoefde daar niet iets te leren wat je later nodig had. Je hoefde daar alleen maar iets te leren waar je mee kon laten zien dat je tot de elite behoorde. En voor de rest, wat daartussen zit, dat was veel meer door particulier initiatief was dat geregeld. Dus beroepsonderwijs, dat werd gewoon, die ging gewoon in de leer bij iemand bijvoorbeeld. The education was something that we do here right now. That it was conversation, often between the master and the student, or a master and small number of students. Ik denk als je in de geschiedenis kijkt, het eerste moment dat het klassikaal massa-onderwijs werd. Dan moeten we terugkijken naar Pruisen rond het begin van de 19e eeuw. Wij hadden heel ambitieuze onderwijsvernieuwingen. En daarin was bijvoorbeeld het idee opgenomen dat je klassikaal onderwijs moest geven. Dus kinderen keurig in rijtjes, allemaal kijkend naar dat bord, wat toen ook een innovatie was. Allemaal kijkend naar het bord en naar die meester die daar die lesjes maakte. En die dat heel leerkrachtgestuurd onderwijs gaf. De definitie was: kennis verheft de mens. En wat men toen gedaan heeft, dan heeft men de kennis gefragmenteerd, in stukken gehakt.
Onderwijsvernieuwers van die tijd gingen daarmee op de loop. Die maakten daar een heel streng van methodiek onderwijs van. Dus dat in vakken. Maar ook heel erg systematisch van kleine stukjes en dan helemaal de leerlingen aan de hand nemen. Subjects are often taught in isolation of each other, so you get chemistry, biology and such like. You know, you look at a timetable and you can see those words actually in the timetable. All subjects separated as though that's the way that they are. But in reality, that's not the way the world works, because when you walk outside, you don't see chemistry over here and biology over here, social subjects down here. You encounter the world as it is, as it presents itself to you. Toen is een onderwijssysteem opgezet in Pruisen voor de behoeftes van de Pruisische dictatuur in feite. Pruisen had behoefte aan gehoorzame soldaten, arbeiders en ambtenaren. Der Zweck der Erziehung besteht darin, den Kindern den freien Willen zu nehmen, um es für den Rest ihres Lebens unmöglich zu machen, anders zu denken oder sich anders zu verhalten, als es ihre Lehrer beendet haben. Ja, dus dat je inderdaad graag wil dat mensen loyale burgers zijn. Dat zat ook heel nadrukkelijk bij die onderwijswetten bij die onderwijswet van 1806 zat het ook nadrukkelijk. Het is niet per se bedoeld om gehoorzaam te worden, maar het bijeffect van op deze manier nadenken over leren en ontwikkelen is dat je mensen heel passief maakt. Dat je mensen volgzaam maakt. If you just stay still and don't make any trouble in the classroom and you look like you're studying, the teacher is usually happy. And if you go through the school system that or everything you just know about is okay, now I just stay still and I do the stuff the teacher asks and everybody's happy, I'm making the teacher happy and try to break that system. The possibilities for disruption, I think, are central to very good pedagogy or very good teaching and learning. We need disruption. Whereas it seems that a lot of education that takes place in a class, the purpose of that is to avoid disruption, to maintain a sort of teaching and learning process that is essentially about the teacher teaching and the learners learning. Ich glaube, ich gehöre zu den Mitarbeitern, die, wenn eine besonders verrückte Idee da ist, ich gerne bei der Idee mitgehe. Kinder und Jugendliche haben einfach Ideen, auf die ich gar nicht mehr komme, wo wir Erwachsenen so manchmal schon so eingefahren sind. Und am tollsten ist es, rauszubekommen, wenn eine ganz andere Perspektive als die eigene auch erfolgreich ist. Gleichzeitig weiß ich aber, dass meine Rolle als Erwachsener an dieser Schule nicht ist, dass meine Ideen verwirklicht werden, sondern dass es die Ideen der Schüler sein sollen, die hier den Raum haben. Er wird auf so eine manier les gegeben, dass je eigentlich wel ein bepaald korrekt burgertje wordt. Ja, het is, ja, dat is wel een beetje de kern. It comes with the discipline. Sometimes it comes with the order, trying to, you know, educate people who will not disturb or challenge the current state of issues in the any system or government. The word is out for sure that the system that we've been following now for many years is not actually successful in terms of creating human beings who have a capacity for flexibility, incredible kind of incisive thinking, goal setting, and just a sort of autonomy of spirit that is going to help children to feel that they own their own learning, that learning is something they love and they want to do
over and over again. It's not something confined to school. It's not something dependent on an external person. And it's actually endless and fascinating. Waar ze ontzettend goed in worden, is in een leerling zijn. Maar een leerling zijn betekent dat je wacht tot je een opdracht krijgt. Dan ga je die opdracht maken en je doet ook niet meer dan die opdracht. Dus je raakt al je creativiteit kwijt, je raakt je initiatief kwijt, je raakt je motivatie kwijt. Want het gaat je alleen maar om iets te presteren wat op een bepaald moment van jou gevraagd wordt. In het begin merk ik altijd wel dat een leerling een beetje moet ontscholen. Dat is heel erg gewend zijn aan vertel mij maar wat ik moet doen. En daar steken we in het begin dan ook echt wel veel tijd in om dat ontscholen. En dat je echt kan doen en op zoek gaan naar wat wil die leerling nu zelf echt. In plaats van ik vertel die leerling wat die moet doen. Dus dat stukje ontscholen is wel een belangrijk onderdeel daarvan. En wat ook wel een heel leuk proces is. Want daarna komen ze erachter van ik kan en mag heel veel. Zolang het binnen de veiligheid past, zeg maar, dan is er gewoon heel veel mogelijk. En als ze daarachter komen, dan is het wel heel cool om te zien hoe de leerlingen dan daarmee aan de slag gaan en waar ze allemaal mee komen. Well, the most important thing, and that's the basis for Kunskapsskolan, is that we strongly believe that all people are different. We learn in different ways, at different paces, and that the traditional school was not catered to allow personalization. With the current structures, the schedules, the premises, they were not aligned to deliver personalized education. Well, the main approach with our personalized education is to ensure that students can progress at their own pace as much as possible. And that can be different in different subjects, of course, so that the students' individual starting point, that's where we start. And the relationship building that we're creating with the various coaching sessions and how the school is organized. Wat ik heb gemerkt, is dat je fantasie en je creativiteit echt vernietigd wordt. Je zit altijd in boeken en je moet altijd doen wat anderen zeggen op school. Je hebt heel weinig inspraak in wat jij zelf wil en wat jij zelf doet. Alles wordt voor je bepaald. I feel that it's an important fact in the general human nature to be given autonomy, that what you do and at what pace. And because I think that's what motivates me as a teacher, I try to give that feeling also for the students. I think it's an important fact to get the students to feel that they actually have a say in the classroom. Er zijn natuurlijk traditioneel drie groepen in de samenleving die hun vrijheidsrechten niet hadden. En dat waren slaven, vrouwen en kinderen. In de 19e eeuw is de slavernij afgeschaft. In de 20e eeuw hebben vrouwen de meeste van hun rechten gekregen. Misschien wordt het tijd in de 21e eeuw om kinderen ook hun rechten te geven. Het was voor mij echt vanaf de derde ongeveer dat ik uit de onderbouw begon te komen, dat het een beetje pikkelen begon te worden. Ik was heel erg aan het plannen en dan heel specifiek echt op tijden van 7 tot 7:30 wil ik dit doen en dan van 7:30 tot 8:00. Het was heel erg specifiek, heel erg gepland. Ik had al mijn dagen altijd helemaal volgepland. En uiteindelijk, omdat ik meer tijd nodig had om de stof te begrijpen, liep ik dan weer uit met mijn planning. En zo heb ik dat jaren gedaan en uiteindelijk zat ik gewoon in de 4e, de 5e, de 6e heb ik. Dan stond ik ook zelfs in het weekend stond ik 7 uur op om te leren en ik stopte pas om 10 uur 's avonds zonder pauzes eigenlijk. En dat was 7 dagen per week, wel eigenlijk gewoon het gehele schooljaar. En wij maken die nieuwe mensen, de jonge kindjes, maken wij wijs dat ze heel veel moeten leren voordat ze kunnen leven zoals wij. En wat we ze dan leren is allemaal cognitief geladen en het heeft allemaal te maken met dingen onthouden. En dat heeft dus niet eens zoveel te maken met leren. Maar alleen maar met proberen dingen te onthouden. Dat is zo bizar. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat zo bizar.
Er hangt een ongelooflijk moeten in Nederland. Het moetensysteem. Want kinderen tussen de 5 en de 16 jaar in Nederland moeten naar school. En als ze dat niet doen, dan kunnen de ouders op grond van de leerplichtwet met de strafrechter in aanraking komen. Kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd, kunnen ze boetes krijgen. Dus je hebt je kind naar school te sturen. Dat is ook eigenlijk de bescherming van de rechten van het kind bedoeld, die leerplicht. Want vroeger hielden ouders kinderen thuis. En zeiden ze, ga jij maar in het huishouden werken. Of ja. Ga je maar op je broertje of zusje letten. Dus die leerplichtwet dient echt een heel goed doel. Die zorgt ervoor dat ouders echt een extra incentive hebben, waar het nodig is, om hun kinderen naar een fatsoenlijke school te sturen. Maar de meeste Nederlandse leerlingen die hoeven ook helemaal niet bang te zijn dat ze op hun 8e of 9e of 10e aan het werk moeten. Snap je? Die zitten gewoon op de achterbank. Die worden overal heen gereden. En dan wordt leerplicht iets wat je alleen maar zinnig kunt maken als je het onderwijs echt heel anders organiseert. Ik moet naar school. Ik heb een leerplicht, dus ik moet elke dag in de les, elk uur aanwezig zijn. Terwijl jij misschien eigenlijk slim genoeg bent, zo wil ik eigenlijk niet noemen, maar gewoon zelfstandig, dat is eigenlijk wat ik bedoel, zelfstandig genoeg bent, om geef me maar het boek, laat mij maar gewoon zitten. Laat mij maar gewoon zitten, leren, dan haal ik die toets. Zonder dat ik gewoon verplicht ben om elke les te gaan. Dat wordt overgeslagen in het onderwijs, vind ik, in het onderwijssysteem hier in Nederland. Als je niet wordt nageleefd, dus als je kind thuis zit, in ieder geval niet naar school gaat, dat is nog een wereld van verschil, maar als het kind niet naar een school gaat waar de leerplichtwet, waar je aan de leerplichtwet voldoet, dan komt de leerplichtambtenaar, elke gemeente in Nederland heeft een leerplichtambtenaar in dienst, die komt dan bij je thuis en die constateert dat het kind dus niet naar school gaat. En dan word je daarop als ouder of als degene die het gezag heeft over het kind, die wordt daarop aangesproken door de leerplichtambtenaar. En dan ontstaat er een strafrechtelijk traject. Dus uiteindelijk kom je bij de strafrechter uit. En meestal eindigt dat in een geldboete, in een strafrechtelijke geldboete voor de ouders. Dan heb je strafblad. Schola, het Grieks woord voor vrije tijd, waarbij de leerplicht als het ware een plicht voor de ouders was om het kind in die vrije tijd te brengen waar het iets kon doen en kon oefenen zonder dat het afgerekend werd. Dat is nu opgericht tot leerplicht, opgerekt tot leerlast. Ze blijven maar in die schoolgebouwen zitten, terwijl ze al lang allerlei dingen kunnen. Veel scholen hanteren zo'n systeem. Elk uur heb je een ander vak. Nou, dat is natuurlijk heel veel wissel, wat heel veel jongeren eigenlijk ook niet aankunnen. En dan weer dit, en dan weer dat, en dan weer dat. Unterricht, 45 Minuten Takt, Pausen, und man darf nicht reden. Und zum Teil war es an den Privatschulen fast noch schlimmer, dass die Kinder nicht trinken durften während dem Unterricht und solche Sachen. Ne? Was? In my experience, children can't concentrate from 8:30 to 4 p.m. That's way too long for primary children. Ready? Oliko joku vitsi mitä te parin kanssa ymmärtänyt? In Finland, we don't have the same time all over. Every school has different timetables. For example, in our school, we start 8:15. And maximum is at 2 o'clock, 2 p.m. latest they'll stop. But like my students, second graders, 8-year-olds, the first ones go home already this time, 11:15, and then the rest of the class, like half of the class, 1:15. In secondary school, they have longer days, but even there, I think it's horror if they have 8 lessons per day. The longer the day is, it doesn't make it more effective, because the children, they're quite short
tempered and they don't have the ability to work like for 8 hours. So we have like pushed it like shorter, but we try to be more effective. Ik had dat ik in slaap viel in de klas, zonder dat ik het door had. Dat ik gewoon midden in de les viel ik weg. En dan werd ik wakker en dan had ik geen flauw idee dat het überhaupt was gebeurd. Ik viel in slaap. Ik was gewoon altijd super moe, super geïrriteerd. Mijn cijfers gingen omlaag, omdat ondanks dat ik zoveel aan school zat, lukte het me gewoon niet meer. We think that children need to play, they need to be outside, they need to have hobbies, they need to do sports. So I don't think that they learn any better if they stayed at the desk any longer. Het was gewoon allemaal te veel geworden. Dus mijn cijfers gingen omlaag. Dat was vooral het eerste wat hun opviel. En daarna het in slaap vallen in de klas. Toen pas ging het belletje een beetje bezig rinkelen, denk ik. How do you judge a child who has tried and worked incredibly hard and by the formal system gets an E or a minus? And a child who's hardly worked at all and by the formal system gets an A? Als iemand dan zei voor de toetsweek, ik heb 1 dag geleerd, had ik er 7 geleerd. Dat was vanaf het begin al zo. Het was sowieso voor mij iets lastiger om bij te benen. Maar vanaf de derde moest ik echt heel hard eraan gaan trekken. Wel. It tells the child who's tried really hard not to bother. It tells the child who doesn't really have to try very hard at all, they don't have to try very hard. That's a very strange way of testing people. And I do think that is condemning. It condemns effort. It limits possibilities because the child who gets an A thinks they might as well just carry on as they are, whereas perhaps they could do so much more than they're doing at that moment. It's outdated. Het overgrote deel van de lessen zijn natuurlijk best repressief. Je zit de hele dag in een lokaal. Je leest de hele dag uit de boeken. En voor de rest doe je eigenlijk niet zoveel. Het is heel geestdodend wat dat betreft. En dan val je op een gegeven moment een beetje in een vicieuze cirkel. Hoe meer van die geestdodende activiteiten, hoe minder creativiteit je hebt of fantasie. En hoe minder tijd je ook hebt om andere dingen te doen. Nowadays, students have quite a lot of other things going on than just the school system. So if I, for example, give that you need to have this homework done by tomorrow, some of the students have football practices, gymnastic practices, etc. So it would be impossible for them to actually do the homework, probably. So I give them quite a lot of freedom to choose when they actually have the time to do the assignments given on the course. So quite a lot of freedom is given for the students, but it comes with a responsibility. They are responsible for themselves to actually learn and be interested in learning the topic. Als ik dan 2 weken had geleerd en ik had een 6 en iemand had 2 dagen geleerd en die had een 9. Dan vond ik dat altijd wel heel moeilijk om te accepteren. En daardoor spoorde dat me ook weer aan om nog langer eraan te gaan zitten. Om nog langer te gaan leren. Want ik wilde de leraren tevreden stellen. Ik wilde bijbenen bij de rest van mijn klasgenoten. Dus het is een beetje een vicieus cirkeltje waar je moeilijk uitkomt. Ik beschreef het altijd als een bubbel waar je in zit binnen het onderwijssysteem. Waar je eigenlijk nooit meer uitkomt. Sommige jongeren voelen zo enorme falen bij bijvoorbeeld een stof niet goed snappen of een laag cijfer. Concentratieproblemen, het lukt mij maar niet om goed te concentreren. Het lukt mij maar niet om bij te blijven. Ik heb achterstanden, die berg wordt hoger. Dat enorme faalgevoel, hè, dus weer
in vergelijking met andere leerlingen. Zij kunnen het wel, ik kan het niet. Het bestaat niet hoger, lager niveau. Het bestaat alleen jouw niveau. Dus iedereen heeft last van mayonaise en hersenen. En dat detoxen betekent het ontgiften van dat denken. Dat je dus niet laat leiden door dat denken. Het VWO zit je eigenlijk alleen maar nutteloze dingen uit je hoofd te leren. Ja, nutteloos. Je leert wel op een bepaalde manier denken, maar het zijn wel allemaal feiten. En je besteedt wel allemaal tijd aan dingen. Waarvan ik denk, dit kun je beter besteden aan het leren hoe je je verzekeringen afsluit. Want dat moet ik allemaal van mijn ouders leren. Leer ons gewoon, gewoon zorgen voor onszelf, hè? Levensvaardigheden. In plaats van dat wij allemaal formules uit onze hoofd leren. We have the same curriculum that all other schools in Sweden. So we can't do anything outside that. But we put extra time on life skills. It can be planning. We are coaching them to plan, because that's really life skill that you need for both when you're a grown up and you have a job and with higher studies like in university, and talking and respect from each other. A lot of these group sessions that we have are not in the same class. So you also learn how to cope with different people. Even, it doesn't always have to be with the ones that you choose or that you actually like. And how do you do when you have to work or cooperate with someone that you don't know? Daar zou een school veel meer gericht op moeten zijn. Een soort echt een school voor het leven. Dat concept, dat zou veel meer aanwezig moeten zijn. Bij ons speelt dat sociale in de NSH is dat sociale miteinander. Die Interaktion zwischen mir und allen um mich herum, allen Menschen, eigentlich der Hauptbestandteil. Und das führt dazu, dass unsere Schüler ihre sprachlichen Qualitäten automatisch entwickeln, weil sie die ganze Zeit in Kommunikation sein müssen, weil das ist das Hauptfeld. Wie funktioniert Gesellschaft? Was sind Abmachungen? Wie können wir Regeln finden, damit meine Freiheit und deine Freiheit gut miteinander klarkommen? Du hast vielleicht andere, dir sind andere Sachen wichtig, als mir wichtig sind. Und wie können wir uns aufteilen hier im Haus, dass jeder seinen Interessen nachgehen kann? Und wie können wir das aushandeln? So. Eind derde jaar begon het er wel in te hakken. Eerst was het nog wel een beetje bij te benen, die strenge planning die ik zelf had gemaakt. Maar einde derde klas ging dat wel slechter. Vooral toen ik dat in de vierde ook nog het hele jaar deed. In de vijfde, aan het einde van het jaar, heb ik het nog volgehouden. Maar die zomervakantie was ik al kapot. Ik was altijd geïrriteerd, super moe. Gewoon nauwelijks op mijn benen staan als ik 10 minuten had gelopen. Maar toch wilde ik nog steeds door. Ik wilde niet accepteren dat ik niet door zou kunnen gaan, want ik moest en zou het halen van mezelf. Veel burn-out, dus overspannen, angsten, paniekaanvallen. Dat zijn eigenlijk dan ja, depressie, somber. Het is maar net waar een kind gevoelig voor is. Waarom
krijgen zoveel jongeren een burn-out. En ik denk dat dat komt doordat we in het, zowel het primair onderwijs als het middelbaar onderwijs niet bouwen aan de persoonlijkheid van kinderen zelf. In mijn boek noem ik het kindermishandeling. En ik benadruk dat in de tekst ook, dat ik het ook echt kindermishandeling vind. Dat we de ontwikkeling van de wil, dus de ontwikkeling van de motivatie, van waar ga ik nu voor, waar sta ik voor, dat we dat stuk totaal negeren in het onderwijs. We have health education, for example, in the Finnish curriculum. There's only one mandatory course on health education. There could be a discussion, should we have more mandatory courses on health education regarding, for example, these mental health issues. Op een bepaald moment lukt het niet meer. Er was het, wat ik ook probeerde te doen, het kwam er niet in, de stof. Het lukte me niet meer om goed te leren. Mijn cijfers gingen sterk omlaag. Ik was gewoon altijd moe. Ik was minder aanwezig op school, omdat het me gewoon niet meer lukte. Toen uiteindelijk is er aan de bel getrokken door leraren en door mijn vader. Mentaal helemaal uitgeput. Ik kon niet eens meer nadenken. Het enige wat ik kon doen was huilen en slapen. If we think our working culture, it's rather democratic. I mean, you are not forced to exercise a certain kind of job. So how come we need to define how people should be or what they should do or learn between the age of 7 to 18 or 5 to 18? Je moet vooral doen wat er gezegd wordt, wat er in de boekjes staat. Daar moet je vooral niet van afwijken. En als je een toets maakt of een opstel, dan moet je ook altijd houden aan een lijstje met bijvoorbeeld 8 punten. Nou, heb je die 8 punten niet, heb je het op een andere manier gedaan, dan krijg je puntenaftrek. En bij de talen is dat treffend, dan moet je bijvoorbeeld een opstel schrijven in het Frans. En dan heb je een lijstje met punten, bijvoorbeeld 200 woorden. En als je meer woorden hebt en daar heb je fouten in gemaakt, dan is dat ook aftrek. Dus dat betekent dat hoe meer woorden je schrijft, hoe meer kans je hebt om fouten te maken, hoe meer er dus wordt afgetrokken. Terwijl je inhoudelijk misschien een heel mooi verhaal hebt geschreven en een veel beter verhaal als iemand die bijvoorbeeld 200 woorden heeft geschreven en die grammaticaal heel correct is geweest. Maar dan heb jij een lager cijfer terwijl je inhoud beter was dan diegene die het grammaticaal correct wel heeft opgeschreven, dus technisch het goed heeft gedaan, maar inhoudelijk wat minder. En dat vind ik een hele scheve verhouding. Want helemaal op het VWO zou je toch denken dat het gaat om de inhoud van wat jij opschrijft en wat jij denkt. En niet om de of het technisch nou wel goed of minder goed is. Feeling somehow that there is only one right answer. Well, we all know that's pretty much never the case. There are always multiple answers that have merit and sometimes not so much merit. And again, the value in putting forward an idea that isn't considered the only idea is that there is discussion and thoughtfulness and an appreciation that there are many opinions, many ways of looking at things, which create in us tolerance that my idea isn't the only right idea, that listening to other people's ideas can change my ideas, and that understanding that life is going to be full of challenges, of ideas,
and of meeting together with others who have different challenges and different ideas. Want de gemiddelde leerling nu, die mag geen ideeën hebben. Die zit in die stroom van dat de leraar zegt, je moet dit en dit leren. Dan mag je ook geen vragen over stellen, waarom moet ik dit leren? Want dat hebben mensen ooit bepaald toen ze het curriculum vaststelden. Met als gevolg dat je dus een systeem hebt, wat weliswaar al wat liefdevoller is als 50 jaar geleden, want toen kon je nog stokslagen krijgen als je niet naar de leraar luisterde. Maar het systeem is in principe nog hetzelfde. De kern van regulier onderwijs is toch eigenlijk gewoon 14 jaar lang doen wat anderen vertellen dat je moet doen. Van 4 tot 24, dat is de 20 jaar dat je in de gevangenis zit, we noemen dat school. Uiteindelijk heb ik ongeveer een jaar thuis gezeten, een heel schooljaar. Begin van de herfstvakantie, in mijn eindexamenjaar stopte ik. Het was eerst de bedoeling dat ik de helft van mijn vakken dat jaar weer op zou pakken. Na de kerstvakantie, maar dat probeerde ik. En binnen een week had ik al door dat dat niet ging. Dat lukte gewoon niet. Dus uiteindelijk ben ik dat hele schooljaar thuisgebleven. En dat was eigenlijk vooral besteed aan slapen. Vooral de eerste 4 maanden was het slapen en ik werd wakker om iets te eten en daarna ging ik weer slapen. Toen ik iets meer energie had, werd dat soms een rondje wandelen, maar daarna moest ik ook weer 2 dagen bijkomen. Dus ik denk, het zware herstel duurde 1 jaar, maar de 2 jaar daarna heb ik ook alsnog moeten herstellen. Dat is wel iets wat langzaam aangaat. Weet je wat ik heel wonderbaarlijk vind? Ik word heel veel ingehuurd door universiteiten en door hogescholen om die studenten te helpen hoe ze beter kunnen leren. Dat vind ik bizar. Ik vind het leuk om te doen en ik doe dat heel graag. En ik heb dat heel veel gedaan, maar ik vind het raar. Dat die onderwijsinstellingen dat zelf niet oppikken. Hoe ze hun studenten kunnen helpen, hoe ze sneller en beter kunnen leren. Hoe ze het ook leuker kunnen maken. Hoe ze die mensen kunnen motiveren. Hoe ze zich beter kunnen concentreren. Hoe ze snelleertechnieken kunnen aanleren. Nou, dat vind ik echt heel vreemd. In de leerplänen hängen wir immer noch da fest, dass man Dinge lernen muss. Und es eigentlich nicht um das dahinter geht. Wie lerne ich überhaupt? Wie kann ich überhaupt unterscheiden, was ist eine valide Quelle und was vielleicht auch nicht. Und all diese Sachen, die eigentlich mehr denn je mit dem Internet ja allemal so wichtig geworden sind. Also wie kann ich überhaupt Informationen filtern, ob sie für mich wichtig ist und ob sie einen Kern von Wahrheit wenigstens hat oder ob sie erfunden ist oder keine Ahnung. We're still somehow trapped into large-scale educational systems, wanting constantly to prove to itself that it's working, and therefore putting children into situations, and if I may say, teachers into situations that actually create problems within the whole system. Ik dacht altijd van, je moet het hoogst mogelijke behalen, je wil geld verdienen, je wil een goede baan hebben. Nou, dan moet je naar de universiteit. Dat is wat je wil doen. Je wil iets in de wetenschap studeren. Maar uiteindelijk hebben mijn interesses daar nooit gelegen. Mijn hele leven niet. Ik heb mezelf gewoon een beetje gemanipuleerd in het VWO-denken van, oh, ik moet dit doen om beter te staan in de maatschappij, om meer aanzien te krijgen van mensen, om meer begrepen te worden. En hoe sterker je diploma's laat bouwen op
reproductie van kennis die je uit je geheugen kunt terug ophalen, hoe minder je eigenlijk geschikt bent voor de samenleving. The students actually don't know if the school system rewards them if there are so good students, so to speak. They get good grades, they get to the university, they get a degree from the university. And what's that after that? It's really unknown. They don't know if it pays off for them. And so I think that's also one of the reasons of this mental health issue, because the society is changing so fast. Eigenlijk is al die 8 jaar zo hard mijn best doen en mezelf eigenlijk gewoon fysiek en mentaal compleet kapot maken voor niks geweest. Ja. Toen ik mijn boek schreef, Het gedwongen onderwijs voorbij, die titel is heel bewust gekozen omdat ik merkte toen ik het schreef dat alle problemen in het onderwijs terug te relateren zijn aan dwang. En dat ieder onderwijssysteem goed is, zolang de kinderen die er zitten dat zelf, er zelf voor kiezen, dat zelf willen. This school is different in the way that we have the traditional classroom, but at the same time we have the open learning space. And it's the mix of the traditional classroom and the open learning space that makes it unique. It seems to me that our educational systems seem to treat all places as though they were the same. You learn things that it doesn't really matter where you are. So I guess what I'm trying to do is reverse that notion to say that each place is different. If you want to really enjoy the healing power of Earth, you can't be in a room with a floor and cement underneath. You have to go right out there and feel it. De kern denk van Sudbury onderwijs is de, en dat heeft niet eens met school te maken, dat we kinderen beschouwen als volwaardige mensen. En als je kinderen gewoon met respect behandelt, dat ze zich ook heel verantwoordelijk gaan gedragen. En Eltern die ihren Kind diese Erfahrungen auch gönnen, sage ich mal, ihrem Kind das Leben zutrauen. Ik denk dat als je AGRA aan iemand die AGRA niet kent zou moeten beschrijven, dan is dat een manier waarop samen met het kind gezocht wordt naar geschikte opdrachten en die passen bij het kind, maar die hen ook in een betekenisvolle context brengen. Ik denk dat betekenisvol wel erg de sleutel is om intrinsieke motivatie aan te boren. In the Finnish culture, the teachers are highly valued and like many, basically all the parents are trusting the teacher. And we have really autonomous system. So basically the teacher can decide how to teach, what to teach. His vision was to allow children to make choices for themselves and live their own lives and not to have to just follow an academic route. I mean, remember, my father was a Victorian. He was born in 1883. So he was, he came from a very, very rigid system in Scotland, very repressive. You got beaten.